Van harte welkom bij het Google for Jobs webinar. Een interessante voor jullie, want we hebben razend veel deelnemers. Laten we in ieder geval, ik hoor volgens mij iets, volgens mij is dat Arjan. Nee, ik ga gewoon vrolijk verder en ik hoor hem op een gegeven moment wel praten. Eens eventjes zien, voor op het moment dat je dit nou het eerste webinar is dat je bij ons volgt. Aan de rechterkant van je scherm zit een vragenpaneel. Of zit in ieder geval zo'n go-to-webinar paneel. En dat heeft dan onderdeeltje questions. En als je in dat onderdeeltje questions je vragen stelt, dan gaat Arjan zodra die up and running is ze beantwoorden. En je er verder mee helpen. Of dat ons die gaat dan tussentijds zeg maar aan mij stellen. En dan gaan we ze tussentijds beantwoorden. Kan natuurlijk ook zijn dat je vragen hebt die je pas na het webinar bedenkt. Of dat je een vraag tijdens het webinar niet aan de beurt komt. In dat geval kan je vandaag en morgen ook nog een mailtje sturen naar gowebinar@otus.no. Geldt dus puur voor vandaag en voor morgen. Mocht je leuke, grappige of originele feedback hebben, dan horen we dat ook altijd heel erg graag. Doe dat via LinkedIn en zeg @otusrecruitingtechnology. Het geluk is dat ding doet automatisch aanvullen. Dus zodra je bij de R of de E bent of zo, dan zijn we gewoon te kunnen aanklikken. Wil je iets leuks vermelden, dan meld het via @otusrecruitingtechnology op LinkedIn. En ik hoor weer achtergrondgeluidjes, dus ik ga toch nog een keertje vragen. Arjan, zeg eens iets. Volgens mij ben ik in de lucht. Je bent in de lucht, fantastisch. Arjan is er ook bij. Dus Arjan staat klaar om jullie vragen te monitoren en die tussentijds te stellen tijdens het webinar. Het Google for Jobs webinar dus. Wat gaan we vandaag doen? Aantal topics vandaag op de agenda. Eerste topic is eigenlijk een soort van algemene introductie van wat is nou Google for Jobs. Heel goed dat je in dit webinar zit en al alles over Google for Jobs weet en puur wil weten hoe het zeg maar in Otus werkt. Dat komt wat later aan de orde. Maar we kunnen ons ook indenken dat je deelneemt aan dit webinar en nog niet veel van Google for Jobs weet. Dus we willen in ieder geval eerst in instantie even een algemene introductie geven over wat dat Google for Jobs nu is. Dat Google for Jobs werkt met bepaalde velden. Dan is het wel handig dat jullie weten met welke velden het werkt. En dat gaat straks allemaal verder uitgelegd worden. Als we die soort van semi-technische en marketing-technische introductie hebben gehad, dan wil je natuurlijk weten, hey Google for Jobs, ik wil het hebben als Otus klant. Wat moet ik doen om Google for Jobs op mijn eigen website te krijgen? Daar valt gelukkig allemaal wel heel erg mee. Dus op het moment dat je nou zeg maar een enorm project ervoor hebt opgestart met allemaal mensen en enorme projectplannen, het valt eigenlijk heel erg mee. Kan in 5 minuutjes gedaan zijn. Maar we laten zien hoe je dat kan configureren. En het gebruik, in principe gaat het automatisch. Maar als je nu heel erg afgeschrikt wordt door het screenshot aan de rechterkant van, dit is heel erg technisch. We gaan je laten zien hoe je zeg maar bij een vacature kan controleren of die helemaal mooi Google for Jobs ready is, zoals dat altijd zo mooi heet. Arjan, zijn er al vragen binnen voordat we echt overgaan op de inhoud? Geen inhoudelijke. Twee mensen die nog eventjes geen geluid hebben, maar die proberen dat intussen op de achtergrond te fixen. Ik ken het probleem. Dus dan gaan wij van start met zeg maar de inhoud. En we beginnen dus eventjes met over Google for Jobs. Eerste vraag is eigenlijk, hoe werkt Google? Vorige week maandag hadden wij onze eerste klantendag op Curaçao. Dat was echt heel erg tof. En we hebben één presentatie gegeven over SEO en over hoe Google werkt. Wat veel mensen denken, is dat als je googelt, dat je zoekt naar pagina's die op dit moment op internet staan. Dat klopt niet. Als dat zou kloppen, dat zou dus betekenen dat jij een bepaalde zoekopdracht intikt in Google. Dat Google even heel snel alle websites en alle pagina's ter wereld bezoekt. Kijkt waar die websites over gaan. Dat in een mooi overzichtje aan jou presenteert met nog wat advertenties erbij en zo. En dat alles binnen, weet ik het, 0,867 seconden of zo. Google is heel erg knap. Maar zo knap is Google nou ook weer niet. Google werkt met spiders.
Met robots, met crawlers worden ze ook wel genoemd. Dat betekent dat Google computerprogrammetjes heeft die zeg maar een kopietje maken van het internet. Dat kopietje plaatsen op de servers van Google. En op het moment dat je zoekt op Google, dan zoek je dus niet zeg maar op het internet zoals het nu is. Maar zoek je zeg maar binnen het gekopieerde internet van Google. Dat betekent dus ook dat op het moment dat je een pagina opent vanuit Google, dat je af en toe zo'n 404 pagina kan krijgen vanuit Google, omdat toen Google die pagina bezocht, toen bestond die nog wel, maar inmiddels is die in de tussentijd weggehaald. Ik zal eventjes laten zien. Hier heb ik Google voor me. Nou, op het moment dat ik vacatures product manager intik. Nou, dit is natuurlijk in de basis hoe Google werkt, met zeg maar advertenties aan de bovenkant. En op enig moment beginnen de organische zoekresultaten. Dus we hebben hier Indeed.nl product manager vacatures. Nou, wat de meeste mensen doen als ze googelen, dan klikken ze uiteraard op dit linkje. Met andere woorden, Google, hey, ga, of browser, ga naar de locatie waar Google deze pagina heeft gevonden. En wat weinig mensen doen, is dat ze op dit pijltje klikken aan deze kant. En dan heb je namelijk een optie in cache. Als je hierop klikt, ga je niet naar de pagina zoals die nu is. Maar dan ga je naar de pagina zoals die zeg maar in het, op de harde schijf van Google staat opgeslagen. Nou, je ziet hierbovenin ook een extra melding staan. Dit is Google's cachegeheugen van indeed.nl/productmanagervacatures. Een momentopname van hoe de pagina eruit zag op 20 januari 2020 om 3:01 s'nachts. Dus dikke 2 dagen geleden kwam Google langs op deze pagina. Heeft hij zeg maar een kopietje van die pagina op de servers van Google geplaatst. En als je zoekt binnen Google, dan zoek je dus naar deze gekopieerde pagina. En niet naar de live pagina zoals die nu is. Dus dat betekent ook dat als je met SEO aan de slag gaat, het stomste wat je kan doen is een prachtige SEO-pagina maken en 2 seconden later checken van hey, scoort hij in Google? En dan heel teleurgesteld zijn dat hij niet in Google naar voren komt, want dat duurt nou eenmaal eventjes. Nou, dat is in de basis hoe Google werkt. Nou, gaan we eigenlijk toch nog eventjes terug. Dan ga ik ook laten zien wat Google dan precies indexeert, want ik heb hier namelijk ook een tekstversie. Als ik op die tekstversie klik. Dan kom ik zeg maar echt zeg maar op hoe die dan daadwerkelijk op de harde schijf van Google staat, om het zo maar even te zeggen. En dit is eigenlijk gewoon 1 groot stuk tekst. En ja, die tekst die bestaat uit hoofdkopjes, subkopjes, opsommingstekens en dat soort zaken gebruikt Google om te bepalen waar die pagina over gaat. Maar als dat zeg maar aan 1 stuk uit 1 stuk tekst bestaat, dan moet Google best wel zijn best doen om te bepalen waar die pagina nou precies over gaat. Nou, Google is daar in beginsel hartstikke goed in. Daarom gebruikt ook 98% van de Nederlanders voor het zoeken Google. Ze weten dat dit gaat om een vacature product manager, maar voor Google is het best wel lastig om echte specifieke details hiervan te achterhalen. Van, oh ja, weet ik helemaal zeker dat dit een vacature is? En wat is dan de functietitel? En wat voor een contractvorm? Etcetera. Google wil natuurlijk mensen die googelen zo goed mogelijk dienen. Ze willen zeg maar zulke relevant en goed mogelijke resultaten naar voren krijgen. Daarom werkt Google al een tijdje met gestructureerde data. Nou, zonder enorm de IT-nerd uit te hangen, wat is nou gestructureerde data? Gestructureerde data is dat je zeg maar op de achtergrond aan Google, maar ook aan andere partijen, aangeeft van dit is waar de pagina over gaat. Het is een vacature en de functietitel is dit. En het dienstverband is dit. Dat op een gestructureerde manier, zodat Google ook weet dat het een vacature is en wat de functietitel is en wat de locatie is, et cetera. Nou, een van de eerste plekken waar Google dat heeft geïmplementeerd, was bij profielen van personen. Dus als ik nu zoek op Jorrit Blok, ik google op Jorrit Blok, scroll even iets naar beneden, dan heb je hier een zoekresultaat van LinkedIn. En dan zie je hier in het licht grijs staan Amsterdam en omgeving Nederland en daar Otis Recruiting Technology.
Dit heeft te maken met gestructureerde data, doordat Google op enig moment heeft gezegd van hey, voor profielen ondersteunen wij nu gestructureerde data. Zet op de achtergrond op deze manier in de code wat de locatie is van de persoon. Zet op de achtergrond op deze manier in de code wat de huidige werkgever is van deze persoon. En vervolgens kunnen we dat dan zeg maar heel mooi weergeven binnen de zoekresultaten van Google. Zodat mensen die googlen gewoon beter kunnen zoeken en mooier door resultaten heen kunnen gaan. Nou, dat was een van de eerste experimentjes met gestructureerde, of experimentjes, een van de eerste keren dat Google gestructureerde data gebruikte die ik ken. Ze gebruikten bijvoorbeeld ook voor ratings, was ook in de beginstadia, dat je echt dus zeg maar van die sterretjes zag staan in je zoekresultaten. En de eerste echte grote lancering van Google in zaken gestructureerde data is Google Shopping geweest. De gedachte daarachter is, als mensen op internet zitten, dan zijn ze heel vaak op zoek naar producten die ze willen kopen. Die gaan ze kopen in webshops. Die webshops verdienen heel veel geld. En enerzijds wil Google haar Googelaars natuurlijk zo tevreden mogelijk houden. Anderzijds wil Alphabet, het bedrijf achter Google, natuurlijk ook wel een beetje geld verdienen. Dus ze dachten van, als we dat nou zeg maar via gestructureerde data goed gaan indexeren, dan kunnen we daar een mooi graantje in bij verdienen. Nou, hoe werkt dat? Gaan we even terug naar Google. Dus even zien. Stel, ik wil een nieuwe televisie en ik wil een Samsung Frame TV. Nou, die heb ik al, maar bij wijze van, ik wil een Samsung Frame TV. Dan heb ik hier aan de rechterkant een blokje waarbij ik kan aangeven, wil ik de 43 inch. Of wil ik, mensen die mij een beetje kennen weten natuurlijk dat ik voor de 65 inch ga. Dus 65 inch. Wil ik de 65 inch tv met bijbehorende prijzen. Je ziet zeg maar wat de verzendkosten zijn. Je kan overigens ook hier bovenin naar shopping gaan. En dan krijg je zeg maar zoekresultaten heel specifiek voor shopping. Nou, wat is nou het grote voordeel hiervan voor Googelaars? Is dat ze heel specifiek kunnen gaan zoeken. Bijvoorbeeld, ik wil een Samsung Frame TV. Maar weet je, die hele dure, dat vind ik wel echt heel erg duur. Ik vind 800 tot 1500 euro meer dan voldoende. Dus toont mij alleen maar de resultaten binnen 800 tot 1500 euro. En dan wil ik wel natuurlijk wel minimaal 55 inch. Nou, op deze manier, doordat Google in staat is om die gegevens heel erg gestructureerd te indexeren en niet gewoon een enorme blob met tekst, maar heel erg gestructureerd te indexeren, kunnen ze voor hun bezoekers het ook heel mooi doorzoekbaar maken. En als het voor Googlers heel mooi doorzoekbaar is, dan gaat Google natuurlijk geld verdienen iedere keer op het moment dat iemand op zo'n linkje klikt. Dus dat is het Google Shopping voorbeeld. Nou, Google for Jobs is dus eigenlijk het Google Shopping, maar dan voor vacatures. Dat betekent dus dat bij een vacature detail, eigenlijk net zoals bij zo'n product detail, net zoals bij zo'n Samsung Frame TV, je gestructureerd aangeeft om wat voor een gegevens het gaat. Nummer 1, je moet aangeven, dit is een vacature. Nummer 2, je geeft aan, dit is de functietitel. En op die manier geef je allerlei verschillende zaken gestructureerd aan, zodat Google die gegevens zo goed mogelijk kan indexeren. Ik kom zo meteen even terug op welke velden dat dan precies zijn. Google for Jobs bestaat nog niet in Nederland. Of het is door Google nog niet gelanceerd in Nederland. Daarover zo meteen meer. Maar het is bijvoorbeeld wel gelanceerd in eigenlijk bijna al onze omringende landen, behalve Nederland. En het is bijvoorbeeld ook in Amerika gelanceerd. Dat was de eerste, of in ieder geval één van de eerste. Dus ik heb nu zeg maar voor mijn neus google.com met mijn instelling ingesteld dat ik net doe alsof ik uit Amerika kom. Dus Google gaat mij nu gewoon als een of andere Amerikaan behandelen. En ik ben op zoek naar York Jobs. Ik wil werken in New York, dus tik ik New York Jobs in. Nou, dit is wat Google for Jobs is. Dat betekent dus dat ze binnen de reguliere zoekresultaten van Google een blokje
tonen van, hey, volgens mij ben je op zoek naar vacatures. Hier heb je zeg maar mooi gesteld met logootjes en dus op een gestructureerde manier met filteropties de vacatures die ons inziens past bij New York Jobs. Ik heb hier ook een linkje, meer dan 100 extra vacatures nog. En als ik daarop klik, dan kom ik eigenlijk zeg maar in dat Google Shopping-achtige versie. Maar dan Google for Jobs. Dus ik heb hier aan mijn linkerkant heb ik die vacatures en ik kan bovenin zeggen ja, maar ik ben op zoek naar accounting en finance. Nou, dit is in principe Google for Jobs. Bestaat dus nog niet in Nederland. Dus als je nu naar google.nl gaat en allerlei verschillende combinaties maakt, ga je dat niet vinden. Maar dit is in beginsel wat Google for Jobs is. Nou, het wordt als zeer veelbelovend gezien. Resultaten in de landen waar het geïmplementeerd is, zijn ook gewoon goed, dat je er goede resultaten mee kan bieden. Maar het zit dus nog niet in Nederland. Nou, wat de reden daarvan is, dat is niet 100% zeker. Sommige mensen zeggen, Google heeft heel veel juridisch getouwtrek gehad afgelopen jaar vanwege oneerlijke concurrentie. En daar hebben ze natuurlijk ook miljarden boetes al voor gehad. En er zijn flink wat vacaturesites die hebben gezegd alles leuk en aardig. Maar Google gaat op die manier zijn machtspositie misbruiken. En daar zijn we het niet mee eens, autoriteiten. Aan de andere kant wordt ook wel eens gezegd van, ja, weet je, een van de grootste adverteerders van Google is Indeed. Dus in Nederland is een hele belangrijke recruitmentmarkt. Google vindt dat ook een beetje spannend en vervelend. Nou ja, de precieze reden waarom Google for Jobs nog niet in Nederland is, is er niet. Feit is wel dat hij in al onze omringende landen er wel is. Dat hij in Nederland er nog niet is. Dat hij er ieder moment kan komen. Met dien verstande dat al best wel lang gezegd wordt. Dus verwacht hem nou niet morgen. Maar wees ook niet verbaasd als die er morgen is. Doorgaans met dit soort zaken gaat Google niet netjes van tevoren aankondigen van goed nieuws, op 1 maart is Google for Jobs ook in Nederland. Doorgaans met dit soort zaken is het er gewoon plots. Zolang het er niet is, maakt het niet zo heel erg veel uit of je die Google for Jobs hebt geïmplementeerd. Maar op het moment dat het er wel is, dan moet je het natuurlijk wel geïmplementeerd hebben. En aangezien Google het niet van tevoren aan gaat kondigen, is eigenlijk dit wel het moment om het netjes te gaan implementeren. Maar daarover zometeen meer. Ik ga eerst even Arjan digitaal, virtueel, hoe je dat ook noemt, aankijken of er vragen zijn. Even kijken naar een vraag bijvoorbeeld of Google for Jobs intussen al in België actief is. Volgens mij gelden voor België een beetje dezelfde argumenten die je net ook noemde, zeg maar. Dus ook daar zeg maar nog vrij onbekend inderdaad of en wanneer het komt. Maar ja. Het zal er ongetwijfeld ergens een keer aankomen in de komende tijd. Ik dacht dat Google for Jobs wel in België al was, maar daar kan ik ook naast zitten. Slecht dat ik dat niet weet. Weet jij dat niet, Arjan? Nee, ik dacht nog niet, maar ik dacht dat het nog een beetje gelijk liep met Nederland. Oké. Dat zoeken we eventjes uit, maar volgens mij is België daarin verder dan Nederland. Wat ik ervan begreep, maar dat weet ik niet zeker. Die zoeken we eventjes uit. Gaan we doen. Dat zijn eigenlijk alle 8 vragen die er staan gaan over België. Dus die moeten we even uitzoeken. En één iemand vraagt het over Duitsland. Ja, in Duitsland zit het sowieso wel, dat weet ik. Ja, Duitsland is inderdaad wel aanwezig. Precies, dan ga ik er stiekem vanuit. Jij bent beter op de hoogte van dit soort dingen tegenwoordig dan ik, Arjan. Dus dan ga ik er stiekem vanuit dat het inderdaad in België er nog niet is. Voor zover ik weet inderdaad, maar laten we daarvan terugkomen. Ja, Friesland wordt hier gevraagd. Het is natuurlijk een compleet aparte regio. Dat, maar ik neem aan dat hij tegelijk met Nederland... Dat verwacht ik ook. En Friesen die zich nu aangevallen voelen vanwege een stom grapje. Friesland is dus echt, zeg maar, Friesland heeft zijn eigen Google-versie, toch? Ja, zeker. Mooi. Cool. Eens even zien. Dan. De velden. Want ik heb het dus al gehad over die gestructureerde data. Dus dat je tegen Google moet zeggen, dit is de... nummer 1, je moet tegen Google zeggen, dit is een vacature. En vervolgens wil Google natuurlijk ook weten wat de functietitel is van die vacature. Nou, wat zijn nou de velden die
Google gestructureerd graag wil weten. Nou, dat zijn deze velden. Aan de linkerkant heb je fantastisch technisch ogende namen. Dit zijn gewoon, nou ja, we hebben even de namen gehanteerd die Google zelf gebruikt. Daarvan zijn er een vijftal rood gekenmerkt. De rode velden zijn de verplichte velden. Met andere woorden, als je die velden niet hebt aangegeven in een vacature detail, betekent niet dat Google die vacature niet gaat indexeren en dat je uitgesloten bent van Google en dat je strafpunten krijgt. Het betekent wel dat je vacature niet in Google for Jobs doorzoekbaar is. Nou, wat zijn die velden? De title en het doel van Google is de titel van de vacature. Dat spreekt redelijk voor zich. Dan de description. Google verwacht daarin alle vacatureinformatie, dus inclusief koppen, paragrafen, subkopjes, opsommingstekens, et cetera. Gewoon zeg maar de omschrijving van de vacature. Vervolgens de identifier name. Dat is de unieke identificatienaam van de inhuurorganisatie voor de vacature. Nou, op het moment dat je een corporate bent, dan is dat de naam van je organisatie. Op het moment dat je een werving- en selectiebureau bent, dan is dat waarschijnlijk de naam van jouw werving- en selectiebureau. Tenzij jij zegt, ja, weet je, ik doe alles exclusief en ik wil gewoon dat in Google for Jobs niet mijn naam komt te staan als zeg maar de werkgever, maar ik wil dat in Google for Jobs de naam van mijn klant komt te staan. Nou, ik ga zo meteen ook laten zien hoe je er zeg maar een keuze in hebt, maar dat is dus in ieder geval de naam van het bedrijf wat erbij komt te staan. Dan de date posted, de originele datum wanneer de vacature geplaatst werd door de werkgever of op je site. En dan scrollen we een heel stukje naar beneden en dan zien we de job location address locality. En dat is de stad waar de werknemer in gaat werken. Nou, als je het gewoon goed hebt ingericht, dan kan het bij die vier eigenlijk niet goed gaan. Ik ga er even niet van uit dat je een vacature aanmaakt zonder functietitel. Ik kan me ook niet echt indenken dat je een vacature aanmaakt zonder functieomschrijving en zo. Dus als je het gewoon goed hebt ingericht, dan gaat het bij die bovenste vier eigenlijk altijd goed. Voor Google for Jobs, het enige waar je echt op moet letten als zijnde verplicht, anders komt de vacature niet naar voren in Google for Jobs, is de stad waar de werknemer gaat werken. Dat is echt iets waarvan Google zegt, wij willen gewoon weten waar die vacature is. Dus op het moment dat jij zegt, ja, maar mijn vacatures zijn in de regio, Zuid-Holland of zo, dan dat wil Google gewoon niet. Google wil gewoon weten, waar is die vacature. Nou, naast die verplichte velden die ik rood heb gekenmerkt, zijn er ook wat optionele velden. En het is altijd goed om die optionele velden ook te vermelden, maar het hoeft niet. Zonder die optionele velden komen ze wel in Google for Jobs, maar ze komen gewoon met wat minder labeltjes. En als iemand dan gaat zoeken op dat labeltje, dan kan hij hem niet vinden. Dus nou ja, advies in ieder geval om zoveel mogelijk velden print zetten. Wat zijn die velden? De identifier value, de unieke identificatie of het unieke identificatienummer voor de vacature van de inhuurorganisatie. Nou, dat is gewoon een referentienummertje of zo, kunnen we ook automatisch doen. Dan de valid through date, dat is de datum wanneer de vacature komt te vervallen. Dat is natuurlijk afhankelijk of je een valid through date hebt. Maar Google zegt wel, hey, het is goed om aan ons door te geven wanneer die vacature komt te vervallen. Dan het employment type. Dat is het dienstverband. Google heeft daar vaste opties voor. Kom ik zo meteen eventjes op terug. Dan de hiring organization name. De naam van het bedrijf die de baan aanbiedt. Een URL en een logo URL. Vervolgens ook nog specifieke adresgegevens. Ze zeggen dus, joh, weet je, wij willen gewoon de stad weten waar die waar de vacature in plaatsvindt. Maar idealiter weten we precies ook wat het adres is, wat de postcode is, wat de provincie is, wat het land is. Het liefst krijgen we daar zoveel mogelijk details over. En dan tenslotte nog twee veel klanten best wel spannende. Het salaris. Mensen zoeken regelmatig op salaris en arbeidsvoorwaarden. En werkgevers zijn daar over het algemeen wat minder happig op om dat te vermelden. Google zegt alles leuk en aardig werkgevers. Fijn dat jullie dat liever niet willen. Mensen die zoeken willen dat wel. Dus ons zeer dringende advies is om dat wel gewoon
te vermelden. Dus wat gaat iemand verdienen? Oh, ik zie dat er hier currency per en het amount zie ik hier niet in terugstaan. Maar geloof mij, er is dus ook gewoon een bedrag voor. Dus wat is de currency? Is het per uur, per dag, per week, per maand of per jaar? En om heel hoeveel doekoes gaat het? Nou, dat zijn de velden die we aan Google for Jobs moeten doorgeven. Als je dit ziet en je denkt van, oh, maar ik ben helemaal niet technisch en ik haak nu helemaal af, dan ga ik je zo meteen zeg maar verbazen dat we het allemaal veel simpeler hebben gemaakt dan deze technische meuk die je nu ziet. Maar dit is in ieder geval technisch gezien de velden waar Google naar kijkt. Arjan, vragen tussendoor? Ja. Ja, even kijken hoor. Wat hier bijvoorbeeld nog open staat, vraag van Louis of Louise. Klopt het dat bij identifier name het verplicht zal worden om het bedrijf waarvoor gezocht wordt te vermelden? En dus, dus niet meer mogelijk is om anoniem te werken, dus via de naam van het intern bureau? Weet je dat? Ja, heb ik geen antwoord op. Voor zover ik heb begrepen, is het in ieder geval prima om daar het naam van het interim bureau op te zetten. Google kennende geloof ik direct dat Google ook zeg maar herkenning heeft en liever heeft dat je de naam van de eindklant daarin toont. Omdat Google heeft gewoon de Googelaars voorop staan en die willen weten bij welk bedrijf ga ik echt werken, wat ga ik echt verdienen, dat soort zaken. Dat zijn zaken die niet altijd gedeeld worden, maar idealiter wel gedeeld worden. Maar ik kan mij niet indenken dat als je als identifier name de naam van je werving- en selectiekantoor plaatst, dat je vacatures dan niet in Google for Jobs zichtbaar zijn. Nee. Arjan, heb je daar andere informatie over? Of, Nee, op dit moment niet. Maar daar zag ik ook weer zo'n vraag waar Google niet helemaal 100% duidelijk over is. Ja. Dus ook even afwachten wat de praktijk uitwijst. Ja. Even kijken, wanneer een werknemer niet specifiek in een specifieke stad bevindt, maar verantwoordelijk is bijvoorbeeld voor een hele regio, zoals een provincie, kan je dat dan bijvoorbeeld ingeven bij het verplichte stadveld. Ik denk dat daar ook een beetje hetzelfde voor geldt inderdaad. Ja, ja, precies. Nogmaals, primair zal Google checken van, is de locality ingevuld? En ja, idealiter vul je daar een stad in. En ja, bij regio vacatures, ik weet zelf ook niet precies hoe Google daarmee omgaat. Nee, oké, dat zal inderdaad zal moeten uitwijzen. Dat waren even de vragen van u. Ja. Ja, wat ik verwacht dat ze wel echt een locatie aanproppen. Dus ja, weet je, advies, gebruik daar een stad. Is dat echt onmogelijk? Gebruik dan, zeg dan gewoon regio Noord-Holland of Zuid-Holland of wat dan ook. En nou ja, dat. Maar dat, ja, dat kan dus wel verminderde zichtbaarheid op Google for Jobs betekenen. Ja. Alright. Yes, dat waren de vragen. Dat was hem. Mooi! Gaan wij verder naar waarschijnlijk het belangrijkste gedeelte van deze webinar. Namelijk, hey Google for Jobs, you had me at Google for Jobs. Hoe kan ik die dingen nu in Otis krijgen? Nou, het liefste hadden wij zeg maar iets gebouwd dat wij in één keer hadden kunnen zeggen naar al onze Otis klanten, beste Otis klanten met een Otis website. Jullie hebben bij deze allemaal Google for Jobs. Dat is echter ietsjes lastiger dan dat het mogelijk lijkt. Want we hebben bij Otis allerlei verschillende veldjes die je in kan vullen. En die veldjes hebben een bepaald doel om iets in te vullen. Alleen we merken dat klanten dingen, en in Otis kan je ook heel vaak dingen ook nog eens hernoemen. En we merken dat klanten vaak dingetjes hernoemen en veldjes toch net even wat anders gebruiken. Waardoor er mogelijk dus zeg maar dat wij de verkeerde informatie aan Google gaan doorgeven. Dus wat hebben wij gemaakt? Wij hebben een mapping scherm gemaakt. Een scherm gemaakt waarbij je al die veldjes vanuit Google ziet. En de vanuit onze kant meest logische Otis velden die eraan gekoppeld zijn. Maar voor jou als gebruiker van Otis de mogelijkheid om te zeggen, ja, misschien is dat vanuit Otis heel logisch om daar dit veld voor te gebruiken. Maar dat doen wij niet. Wij gebruiken dat veld ervoor. Nou, bij die alternatieve velden hebben we zeg maar niet alle velden beschikbaar gemaakt. Voorbeeldje, op het moment dat je op dit moment de locatie van de facture invult bij de functietool, kan ik oprecht niet indenken dat je dat doet. Maar daar hebben we met ons mappingscherm geen rekening mee gehouden. Want dan zouden we het alleen maar heel erg onlogisch maken. We hebben puur gekeken naar zeg maar de logische
manieren om zeg maar dat soort gegevens in te vullen. Mocht je daar nou een optie in missen, kan je het altijd even bij ons doorgeven. Kijken we eventjes wat we daaraan kunnen doen. Belangrijk is dat de configuratie van het geheel, en dus de eenmalige configuratie, alleen maar door de key user gedaan kan worden. Ben je dus niet een key user, moet je je key user even lief aankijken of eventjes snel samen op zijn account dat inrichten. Je doet het vanuit de klantinstellingen van Go Vacatures. En dan zijn er twee zaken die je moet doen. Nummer 1, je moet de instelling Google for Jobs Mapping openen. De Google for Jobs integratie daar activeren en de mapping doen. Nou, hoe je dat precies doet, ga ik zo meteen natuurlijk live in het Otis systeem laten zien. En nummer 2, zoals je eerder in die sheet hiervoor zag, is de valid through date vanuit Google een belangrijk veld. Namelijk, tot wanneer is de vacature geldig? Daar hebben we vanuit Otis een heel mooi veld voor. Publiceer tot. Maar dat staat niet bij alle klanten aan. Heb je zoiets van, hey, ik wil dat veld ook gaan gebruiken en gaan invullen, dan moet je dat veld ook eventjes activeren. Maar die ga ik dus ook eventjes laten zien. Nou, we switchen even. Even kijken dat ik naar het juiste scherm toe ga. Ja, dit is het juiste scherm. Ja. Ik zit hier voor mij in onze mooie Otis Go Event client. En in die client wil ik Google for Jobs inrichten. Wat doe ik? Nou, als eerste open ik natuurlijk de vacatures module. Mooie lijst met vacatures. Ik ben key user, dus als ik bovenin op de knop instellingen klik, krijg ik twee opties te zien. Klantinstellingen en gebruikersinstellingen. Als je nou op dat instellingen icoontje klikt en hij opent meteen jouw gebruikersinstellingen, dan ben je geen key user, maar dan ben je een normale user. Dus aanhalingstekens. Ik ben key user, dus ik klik op klantinstellingen. En vervolgens openen alle klantinstellingen van zeg maar de categorie vacatures. Nou, daar kan ik zo meteen doorheen gaan scrollen. En dan ga ik de instellingen tegenkomen. Maar ik ben lui, dus rechtsbovenin bij trefwoord tik ik Google in. Ik druk vervolgens op enter. En ik krijg nu alle klantinstellingen in de categorie vacatures waar het trefwoord Google in naar voren komt. Nou, zie ik hier mijn instellingen Google for Jobs mapping. Die klik ik aan. En dit is het basisscherm waar we die mapping in doen. We hebben hier nog een aantal Engelstalige termen. Die gaan we nog, die zijn al vertaald, maar dat moet nog even doorkomen. Maar dit is het basisscherm waar je die mapping in doet. Standaard zal hij hier op disabled staan. Met andere woorden, niet geactiveerd. Je zet deze op enabled, omdat je immers Google for Jobs wil gebruiken. En vervolgens ga je, zeg maar, aan de linkerkant zie je de namen van de Google velden. En die namen van de Google velden houden we dus wel gewoon de originele namen vanuit Google aan. Dus je ziet hier ook een date posted. Dat blijft gewoon date posted, want Google noemt het gewoon date posted. En aan de rechterkant zie je de velden in vanuit Otis staan. En die hebben we zeg maar wel in gewone normale mensentaal neergezet. Je zal zien dat standaard alles al is gemapt. Dus we hebben zeg maar ervoor gezorgd dat standaard de veldjes naar ons inziens de meest logische velden gekoppeld zijn. Maar die kan je dus zeg maar aanpassen. Nou, bijvoorbeeld title. Die is standaard gemapt bij het met het Otisveld functietitel. En om eerlijk te zijn verwacht ik niet dat we een andere optie hebben. Nee, we hadden zoiets van, ja weet je, als je je functietitel op dit moment ergens anders invult dan in het Otisveld functietitel, dan moeten we misschien sowieso even met je gaan praten. Ik kan me niet indenken dat er een klant is die dat doet. Dus ik kan me niet indenken dat iemand gaat zeggen van, hey, maar ik mis hier deze optie. Is dat wel zo? Laat het ons vooral weten. Nou, die identifier name, dat is natuurlijk een spannendere. Namelijk, wat is de inhuurorganisatie. Nou, standaard staat hij op eigen website naam. Met andere woorden, ben jij een corporate en ben jij, Kruidvat of werken bij Kruidvat, is dat je website naam? Gebruiken we standaard Kruidvat of werken bij Kruidvat? Op het moment dat je zegt, ik ben de knechtwerving en selectie, dan komt er dus standaard de knechtwerving en selectie te staan. Maar op het moment dat je zegt, ja, maar ik wil niet de eigen websitenaam hebben, ik wil mijn eigen bedrijfsnaam hier hebben. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als je meerdere websites hebt en je wil in plaats van dat er Kruidvat staat, Ace Watson kan staan. Of ik wil de naam van de klant hebben, en dat is dus de klant die gekoppeld is aan de vacature, dan kan je dat dus op deze plek aanpassen. Nou,
Belangrijk is om gewoon door al deze verschillende velden heen te gaan. Nou, bijvoorbeeld bij date posted, publicatie startdatum, invoerdatum of datum van eerste publicatie. Op die manier hebben we dus zeg maar per veldje dat je alles eventjes controleert. En op het moment dat je hem dus enabled hebt en je hebt al die velden gecontroleerd, klik je op bewaren. Nou, dan hebben we nog één ding te doen qua configuratie. En dat is het volgende. Employment type. Kan je dus met allerlei verschillende match criteria koppelen. Standaard staat die gematcht met dus zeg maar het autosveld dienstverband. Maar dat is dus iets waar het regelmatig misgaat. Dan zien wij gewoon dat wij een veldje hebben, een match criterium hebben, dienstverband. Die is ooit op enig moment door iemand hernoemd naar regio. En het match criterium regio is hernoemd naar dienstverband. Nou ja, dan kan je begrijpen dat er dingen misgaan. Nou, dat betekent dus dat je in eerste instantie hier hem eventjes aan de juiste moet koppelen. Maar de onderliggende waardes, dus de keuzeopties van Google, die kunnen wij, of de keuzeopties in dat matchcriterium, die kunnen wij niet één op één naar Google doorsturen. Want Google verwacht daar echt zeg maar vaste waarden voor. Daar heb je de Map Employment Types knop voor, die dus heel snel zeg maar een mooie Nederlandstalige naam krijgt. En als ik daarop klik, dan opent er een extra venster. Nou, die zal niet standaard gemapt zijn. Dat heb ik hier nu wel gedaan, maar die zal niet standaard gemapt zijn. En ik zie hier aan de linkerkant de autoswaarden. Dit zijn dus jouw eigen namen die in jouw eigen match criterium, nou waarschijnlijk dienstverband of iets dergelijks, staat. En aan de rechterkant de Google waarden. Temporary, contractor, fulltime, intern, per diem. Nou, in ieder geval zeg maar de waarde vanuit Google. Kijk wat er het beste bij past. Dit kan af en toe gewoon lastig zijn, omdat het potje dekseltje is. Maar Google verwacht in ieder geval een employment type, of wil graag, het is geen verplicht veld, wil graag een employment type van een vacature ontvangen met een van deze opties. Dus kijk of je dat op een goede manier kan mappen. Dat is eigenlijk alles wat je moet doen qua configuratie. En op het moment dat je dit hebt gedaan, dan ben je in beginsel, of dan ben je eigenlijk gewoon klaar met het configuratiegedeelte. Natuurlijk altijd even testen, daar kom ik zo meteen op. Maar dit is alles wat je moet doen om Google for Jobs op je website te krijgen. Er is echter één kleine maar. En dat is, onze websites werken met allerlei verschillende templating systemen. Een heel erg complexe en technische prachtig verhaal waar ik jullie vooral nu niet mee ga vermoeien. Maar het komt er in ieder geval op neer dat als in het verleden in het vacature detail je bij ons hebt aangegeven van hey, ik zou het heel erg fijn vinden als jullie dit en dit kunnen wijzigen. En wij konden dat niet met een vinkje doen, dat een van onze webdevelopers mogelijk een soort van webdevelopment maatwerk voor je heeft gedaan, waardoor nadat je dit allemaal hebt ingericht en je gaat het testen, dat de testtool van Google zegt nee, het is niet goed, het is niet zichtbaar. Nou, in dat geval moeten wij een klein dingetje zeg maar in jullie specifieke template aanpassen. Meld dat dan eventjes via een support ticket en dan helpen we je er graag mee verder. Maar dat is dus ontstaan ooit vanuit een wens van jullie om iets anders te doen op je website dan wat zeg maar binnen onze standaarden ligt, waar we toen een beetje maatwerk voor hebben gedaan. En dan moeten we nu nog een stukje extra maatwerk doen, gewoon kosteloos. Tenzij er echt hele bijzondere situaties zijn. Maar in beginsel is het kosteloos om dan Google for Jobs ook op je website te krijgen. Maar ik ga zo meteen laten zien dus hoe je het kan testen en kan gebruiken. Arjan, zijn er vragen? Yes. Ja, wel een aantal. Even kijken hoor. Even kijken, een stukje terug. Vraag van Tom. Voor de description, neemt Google dan alle tabs over? Profiel, taken, uurrooster en alles wat je daar hebt kunnen bedenken? Ja, alle vacature teksten. Dus zeg maar functieomschrijving, functie-eisen en zeg maar hoe het ook op jouw website staat. Dus ook als je andersoortige kopjes hebt gemaakt, meer informatie, weet ik het wat allemaal. Dat wordt allemaal overgenomen naar Google. Mooi zo, duidelijk. En dat is dus dat Google dat overneemt, maar dat is meer dat wij dat zeg maar pushen naar Google. Dus wij verzamelen zeg maar al die vacature teksten en wij plaatsen die zeg maar technisch gezien ergens in een stukje code, zodat Google dat weet. Even kijken hoor. Vraag van Annelies. Wat gebeurt als je een veld die je wel gemapt hebt leeglaat? Wordt de factuur dan wel doorgestuurd met een leeg veld?
Dan wordt de factuur wel doorgestuurd met een leeg veld. Hij wordt zelfs doorgestuurd met een leeg veld op het moment dat een van de verplichte velden leeg is. Maar Google zal hem op dat moment niet indexeren. Nou, zoals net aangegeven, is eigenlijk het enige echte reële risico daarvoor het locatieveld. Dat je, ik heb nu even kijken. Ik heb de address locality gekoppeld aan het veldje locatie van de vacature. Nou, betekent dat op het moment dat ik die locatie bij mijn vacature niet invoer, dat die dan zeker niet in Google for Jobs naar voren zou komen. Okay. Dus zo compleet mogelijk zijn, fantastisch. Maar zorg er in ieder geval voor dat het veld wat je hieraan gekoppeld hebt, het locatieveld, is ingevuld als je hem in Google for Jobs wil hebben. Duidelijk. Even kijken hoor. Vraag van Patrick. Bij Identifier nemen het volgende. We werken wisselend exclusief, dan vermelden we de naam van de opdrachtgever. Of in concurrentie, dan vermelden we geen opdrachtgever. Hoe zou je dit kunnen inrichten? We hebben daar op dit moment geen optie voor om daar van een op vacature niveau van af te wijken. Dus optie 1 is dat je de niet-exclusieve vacatures koppelt aan je eigen bedrijf. Maar ja, daar kan ik me niet indenken dat je dat wil. Dus op dit moment is het gewoon de keuze van of alle vacatures met gekoppelde bedrijf, of alle vacatures met je eigen bedrijfsnaam of je eigen website-naam. Technisch gezien is natuurlijk alles mogelijk. Dus daar zouden we wat voor kunnen bouwen. Dat zouden we kunnen onderzoeken wat erin mogelijk is. Daar hebben we dus niet een optie voor op dit moment om daar vacatures specifiek op af te wijken. Alright. Kijken, vraag van ene Martijn. Hoi Arjan, kunnen we de verplichte velden rood geassigneerd, dus ook als verplicht veld in de autosetting worden aangemaakt? Ja en nee. We hebben daar wel al gedeeltelijk mogelijkheden voor in auto's, maar dat is nog niet helemaal afgestemd op Google for Jobs. We zijn op dit moment aan het onderzoeken of we dat zeg maar ook specifiek voor Google for Jobs kunnen uitbreiden. Dat je alleen maar je vacature kan publiceren nadat voor Google for Jobs belangrijke of de voor jou belangrijke velden zijn ingevuld. Dus die zijn we op dit moment aan het onderzoeken. Ja, oké, duidelijk. Vraag van Irene. Bij ons verschilt het employment type per vacature. Soms vast, soms interim. Ja. Is dat wel in te stellen? Ja, dat is dus in te stellen. Met andere woorden. Waar heb ik mijn employment type staan? Ja, hier is mijn employment type. Employment type is gekoppeld aan het match criterium in deze omgeving dienstverband. Per vacature kan ik bij match criteria een ander dienstverband opgeven. En als ik nu op map employment type ga, dan zie ik hier van deze testomgeving de dienstverbanden. Nou, dat lijstje kan bij jullie er dus anders uitzien, maar dat zal vast wel iets soortgelijks zijn. En dan zeg ik hier, joh, als ik in Otis een vacature het label uitzenden geef, dan moet je naar Google Temporary doorsturen. En dat doe je dus per labeltje. Mocht je op dit moment geen dienstverband match criterium hebben of dat helemaal niet vastleggen bij je vacature, als je dat wel naar Google for Jobs gepusht wil hebben, dan zal je daar dus even een match criterium voor moeten aanmaken. Dus op zich ook niet heel veel werk. Het enige is dat je dan je vacatures natuurlijk wel netjes moet gaan labelen. Oké, even kijken. Andere vraag van Ene Martijn. Hoi Arjan, hoe werkt het als je gebruik maakt van webservices van Otis om een externe website te voorzien van vacatures? In principe zijn alle gegevens die nodig zijn voor Google for Jobs te raadplegen via onze webservices. Dus op het moment dat je nu een niet-Otis website hebt, dan kan jouw externe websitebouwer mijns inziens ook prima Google for Jobs implementeren. Let wel, die gaat daar waarschijnlijk wel geld voor vragen, omdat dat zeg maar echt gewoon werk is om al die veldjes uit te lezen en dat op de juiste manier je vacature detail te plaatsen, et cetera. Het zal dan op het moment dat je dus geen Otis website hebt, niet zo simpel zijn dat je deze mapping hier maakt, op enabled klikt en dat het geregeld is. Dat zal wat meer voeten in aarde hebben. Ja, ik ben heel slecht met uitdrukken, maar dat zal wat lastiger zijn. Kijk eens aan. Ik heb hier nog een vraag van Louis. Klopt het dat alles zal afhangen of de SEO van je organisatie op punt staat? Ik kan me voorstellen dat dat niet gerelateerd, tenminste niet 100% gerelateerd is, maar dat het meer te maken heeft met die gestructureerde data die we op de website gaan zetten.
Ja, precies. Natuurlijk, op het moment dat jouw SEO goed voor elkaar is, dan is jouw kans van scoren op Google for Jobs groter dan als je SEO niet voor elkaar is. Maar in principe, als je dit zo invult, dan bieden we ze zeg maar technisch richting Google for Jobs op de juiste manier aan. Maar weet je, in die description zetten we alle subkopjes en dergelijke. En ja, weet je, qua SEO is dat dan zeg maar wel zeg maar van belang dat je daar de juiste acties in onderneemt. Zal ik zo meteen ook nog even iets over vertellen. Alright, goed bezig. Vraag van Edo: is het ook in te richten vanuit de backoffice? Nee, niet in te richten vanuit de backoffice. Dus Edo, auto's go openen. Mocht je de URL of zo niet meer weten, of niet meer weten hoe je er precies in komt, dan help je daar heel erg graag. Oké, even scannen. Ik denk dat we er wel zijn, inderdaad. Ja, dan the final chapter. Namelijk, hoe gebruik je het? Nou, de gebruik is eigenlijk niet bestaand. In de zin van dat als jij gewoon netjes je vacatures invult, dat ze dus automatisch, nadat je het hebt geconfigureerd, de juiste tags voor Google for Jobs meekrijgt. Iedere gebruiker kan de functionaliteit dus gebruiken. Hoef je geen Google for Jobs of key user voor te zijn. Maar wij kunnen ons indenken dat op het moment dat jij een vacature hebt gemaakt, zeker in het begin, dat je even wil kijken van hey, hoe gaat dat ding nou? Gaat dat allemaal wel goed qua Google for Jobs? Nou, dat doe je natuurlijk nadat je hem hebt geconfigureerd, om in ieder geval even bij een vacature te controleren. Maar ik kan me zeker in het begin indenken dat je tegen iedereen zegt van jongens, hè, eventjes checken of die goed voor in Google for Jobs staat. Dus daar hebben wij een mooie functionaliteit voor gemaakt. Of althans, dat functionaliteit maken. We hebben iets heel simpels gedaan, waardoor je dat vanuit auto's gemakkelijk kan controleren. Nou, dat ga ik eigenlijk meteen laten zien. En daarvoor ga ik naar mijn vacatures module terug. En ik ga eventjes een hele simpele vacature aanmaken. Maak een lege vacature aan. En dit is dus ook iets wat alleen maar in Otis Go kan. Met andere woorden, heb je Google for Jobs geconfigureerd en je maakt via die oude backoffice je vacatures aan, dan zouden die in principe gewoon de juiste tekst in Google for Jobs mee moeten krijgen. Maar die controle of het Google for Jobs goed is, die kan je alleen maar vanuit Otis Go. En eens even zien, ik maak een vacature aan en dat is de vacature van Product Manager. Nu, als je Google for Jobs hebt geactiveerd, dan ga je een aantal extra velden te zien krijgen. Namelijk hieronder, ook deze velden zijn heel snel in het Nederlands: de sales currency, de sales value en de sales per. Dat is zeg maar, of de sales, de salary currency, salary value, salary per. Dit zijn de salarisgegevens. Die valuta's toont hij op basis van de valuta's die beschikbaar zijn in jouw. Of nee, dat is gewoon. Nou, dat uit mijn hoofd. Volgens mij op basis van wat er in je systeem beschikbaar is. Nou, eens even zien. Euro 2000 per maand, month. Dus dit zijn nieuwe velden, salarisvelden. Daar hadden we gewoon geen goede standaard velden voor. Dus hebben we nieuwe velden voor gemaakt, zodat je die door kan geven aan Google for Jobs. Nou, ik klik op bewaren. Dan weet ik inmiddels dus dat dienstverband heel belangrijk is. Dus bij mijn matchcriteria ga ik even aangeven dat het om een weet ik het, vaste functie gaat. Nou, dan ga ik nog eventjes door mijn teksten heen. Dit is de korte omschrijving. Volgende. Dit is de functieomschrijving. En dit zijn dus of in ieder geval de korte omschrijving niet, maar de andere velden wel. Dit zijn dus die velden die in die description worden doorgestuurd. Dat zou in jouw omgeving net even wat andere veldjes kunnen zijn dan hier. Een leuk. Nou, de gedachte erachter is: op het moment dat je zeg maar klaar bent met je facturen invoeren, dat je, moet ik eventjes kijken, dat je die facturen gaat publiceren. Bewaren. En nadat je die vacature hebt gepubliceerd, en dat is dus alleen maar nadat je hem hebt gepubliceerd, klik je op externe partijen bovenin. En dan heb je bijvoorbeeld dat je hem kan sponsoren via Indeed en dat je hem kan pushen naar Facebook en LinkedIn en zo. En hier heb je ook de Google for Jobs check.
optie. Nou, hè, we hebben even een extra groot logootje gegeven. Dat als je in het begin hem moeilijk kan zoeken, dat je hem sneller kan vinden. Dat logootje gaat binnenkort wel een wat kleiner formaat krijgen. Dat het wat consistenter eruit ziet. Maar heb je dus je vacature gepubliceerd? Klik op externe partijen en klik op Google for Jobs Check. Nou, er opent vervolgens een nieuw tabblad. En nou, mocht je je nooit nerd hebben gevoeld, dit is dan het eerste moment dat je in je leven een nerd gaat voelen. Dit is namelijk de Google Structured Data Testing Tool, die aan de linkerkant de broncode toont van de betreffende vacatures, al zijn zeg maar aanbieden aan Google. En aan de rechterkant de gestructureerde elementen die hij heeft gevonden. Nou, wat belangrijk is, is dat hij als gestructureerd element heeft gevonden een job posting. Met andere woorden, een vacature. Nou, we zien er meteen naast staan 1 error en 5 warnings. Nou, het is niet een hele slechte demo. Het was zeg maar juist zeg maar mijn bedoeling dat hier in ieder geval een error kwam en warnings kwamen. Want als ik hem open klik, dan ga ik terugvinden wat er zeg maar niet goed is. En dan zie ik bijvoorbeeld dat de hiring organization name niet is ingevuld. Oh, volgens mij heb ik die inmiddels gemapt aan de bedrijfsnaam. Dat de address locality niet is ingevuld. Nou, dat er in ieder geval verschillende velden niet zijn ingevuld die wel ingevuld hadden moeten zijn. Nou, op dat moment kan je dan wel in je mapping, dan wel in je vacature wijzigingen gaan doorvoeren zodat dat wel goed is. Nou, zolang je zeg maar net hebt geconfigureerd en je ziet dat er dingen misgaan en het komt omdat je verkeerde vel hebt gemapt, dan ga je natuurlijk in je mapping aanpassingen doen. Op het moment dat die mapping gewoon goed is en je bent nu een vacature aan het invoeren en je merkt dat er bepaalde dingen niet goed gaan, dan ga je natuurlijk aan de slag met de vacature. Nou, in dit geval, eens even zien. Ik ga eventjes aangeven dat het voor relatie Otis Recruiting Technology is. Nou, ik zal meteen even contactpersoon Bastiaan Brands selecteren. En ik zag ook dingen staan over de locatie. Dus even zien, adres Landjuweel 52. Nou, het hoeft dus allemaal niet te betekenen niet dat je al deze dingen moet gaan invullen voor Google. Maar in beginsel wel, hoe meer je deelt met Google, des te beter je vacatures gevonden gaan worden. Dus in dit geval is het geen ramp dat mensen weten dat dit in Veenendaal op de Landjuweel 52 is. En nadat je deze wijzigingen hebt gemaakt, zodat je hem hebt aangepast, klik je wederom op externe partijen. Klik je weer op die grote of in de toekomst mogelijk minder grote Google for Jobs optie. En vervolgens gaat Google weer zijn ding doen. En dan ben ik bijna helemaal goed. Mijn error is weg. Ik heb nog 1 warning over. Ik open even de warning. Ah, dat is wel een goede. De valid through date. Die is recommended. Please provided is if available. Hoeft dus niet, maar wil ik wel. In mijn blokje publicatie klik ik op het wijzig-icoontje. En dan heb ik hier een veldje publicatie einddatum. En dat is zeg maar ook de datum waarop die automatisch van de Otis website wordt afgehaald. En ik ga zeggen, ja weet je, de 31e loopt dat sowieso af. En als die toch verlengd wordt, dan pas ik het dan wel weer aan. 31.01. Ik klik wederom op externe partijen. Ik klik wederom op de Google for Jobs check. En nu zou die helemaal goed moeten zijn. Wacht nog eventjes op Google dat die het goed doet. En ja hoor, 0 errors, 0 warnings en 1 item. Dus nu weet ik dat mijn vacature eigenlijk perfect is voor Google for Jobs. Nou, dat, ik had hem wel in mijn presentatie vermeld, maar ik had hem nog niet laten zien. Dat veldje publicatie einddatum. Als je dat veldje publicatie einddatum nou niet hebt, dan kan je dat als key user dus activeren. Bovenin knop instellingen. Vervolgens kiezen voor klantinstellingen. Krijgen we die hele lijst met vacature instellingen. We willen niet door die hele lijst met vacature instellingen. Dus we gaan zoeken op publicatie, enter. En dan hebben wij hier de setting vacatures, gebruik publieke publicatiedatum. En als je die op actief zet, dan zijn die veldjes vanaf dat moment wel beschikbaar in je Otis omgeving. That's it. Arjan, vragen? Hey, even kijken hoor. Een antwoord aan het aftypen. Even kijken. Mag die salarisvalue ook een range zijn, vraagt Camille. Dus... Weet jij daar het antwoord op, Arjan? Volgens mij niet.
Nee, het idee is inderdaad dat je volgens mij echt een basissalaris daar vermeldt. Ja, dus. Ook daar weer even testen en proberen, zeg maar, kijken of dat werkt, TZT. Ja. Maar de basis geeft aan dat ze daar echt een single value willen hebben. Ja, precies. En hou, ja, weet je, ja, Google houdt gewoon ervan om zo specifiek mogelijk te zijn. En ik snap dat dat heel erg lastig is, want bij vacatures is het heel erg afhankelijk van het profiel. En wil je het liefst, zeg maar, niet aan die persoon communiceren van, hey, het salaris is dit bedrag. Maar nou ja, dat wil Google dus het liefste wel. Ja, oké. Okay. Even kijken. Neemt Google voor Jobs ook de vacatures in verschillende talen over? Dus werkt het ook multilingual, zeg maar? Ja, het werkt ook multilingual. Dus op het moment dat jij een multilingual website hebt met vacatures in verschillende talen, dan worden die in verschillende talen ook aan Google voor Jobs aangeboden. Ja. Oké. Okay. Het verschil tussen een error en een warning, vraagt Chloe. Een error betekent, hey, wij missen gegevens of we ontvangen niet de juiste gegevens. En dan vinden wij dermate vervelend dat wij deze vacature niet gaan opnemen in Google for Jobs. Voorbeeldje, even een heel stom voorbeeld. Ik bied een vacature aan zonder functietitel aan Google for Jobs. Dan zegt Google, ja, alles leuk en aardig, maar dan kunnen we er heel weinig mee. Dat is een error. Een warning is, joh, idealiter zouden wij wel deze gegevens willen hebben. Voorbeeldje, het missende salaris. Ja, weet je, op Google for Jobs bieden wij mensen graag de optie om te zoeken naar vacatures op basis van een salaris. En als jij jouw salaris niet opgeeft, dan kan iemand gaan zoeken naar, hey, tomen alle vacatures met een salaris tussen de 1000 en de 10.000 euro. Maar dan gaan ze jouw vacature niet vinden, want wij weten jouw salaris niet. Dus de error betekent, je vacature gaat niet in Google for Jobs opgenomen. De warning is, hij gaat niet optimaal in Google voor jobs opgenomen worden. Alright, even kijken. Als ik een factuur in Oats heb aangemaakt, vraagt Daan, hoe lang gaat het dan duren voordat ik hem in Google for Jobs zie? Nou, ik kan me voorstellen dat het aan de kant van Google, zeg maar, dat het, zeg maar, te maken heeft met de tijd dat Google erover doet om je website te indexeren, zeg maar, ja. Om je factuur te indexeren. Ja. Daar zal vooral de tijd in zitten. Het kan een paar dagen duren. En ja. Ja, de tijd dat het bij Google duurt, dat kan me niet voorstellen dat het heel lang duurt. Normaal gesproken niet, maar dat is heel erg afhankelijk van je website. Daar kunnen we ook bepaalde trucjes op loslaten om, zeg maar, factures sneller geïndexeerd te krijgen. Bijvoorbeeld op het moment dat er op je website op heel veel pagina's een blokje is met nieuwe vacatures, dan zal je facturen eerder door Google opgepakt worden, omdat Google gewoon eerder, zeg maar, zo'n linkje naar die facturen vindt, dan als dat die nieuwe facturen alleen maar op je facturen overzicht geplaatst is. In principe kan je redelijk gemakkelijk controleren of je vacature geïndexeerd is door Google en binnenkort dus ook door Google for Jobs. Even kijken, hoe doen we dat? We werken bij Otis.nl. En dan zeggen wij onze vacatures. En dan heb ik hier een commercieel medewerker binnendienst. Nou, ik heb hier een commercieel medewerker binnendienst vacature. Als ik nu voor die URL, eigenlijk zo, dus voor de www, site, dubbele punt, tik. Dan zeg je tegen Google met deze zoekopdracht, mag ik alsjeblieft alle pagina's die je hebt met deze URL, nou ja, daar is er als het goed is maar eentje, en dan ga je hem of wel vinden of niet vinden. Dus op deze manier zie ik dat deze vacature is geïndexeerd door Google, en als ik dus naar die cache versie ga, ja, waarschijnlijk gaat dat blokje dan bovenin wegvallen, dan is dat blokje van bovenin niet weg, dat is heel fijn. Dan zie ik dat Google voor het laatst deze vacature op 25 november heeft geïndexeerd, dus die vacature is er al wel een tijdje, en dat kan dus ook betekenen dat als ik na 25 november Google for Jobs heb geïmplementeerd, die vacature, zeg maar, nog niet is bijgewerkt en ik af moet wachten tot Google opnieuw langs komt. Mocht je daar bepaalde trucjes in willen weten, of dat je wil dat we een beetje meekijken hoe we dat soort zaken verder kunnen optimaliseren, dan kan Arjan en zijn team daar heel goed in ondersteunen. Nog andere Zeker. Zaken? Ja, nog een aanvulling of de toevoeging van Michiel. Die geeft aan, als je in de structured data opbouw van de jobposting kijkt, dan vraagt Google een base salary. Maar een range is dus blijkbaar zeker mogelijk, door middel van een minimum value en een maximum value. Wat het, nou ja, uiteindelijk duidelijker en makkelijker zou maken, zeg maar.
Nou ja, als dat zo is en dat is, als dat mogelijk is, dan zou dat natuurlijk mooi zijn. Dus dat Arjan, nogmaals, heb je er meer verdiend dan ik. Nou ja, Dus laten we die precies. eventjes onderzoeken. Want voor zover ik weet, hebben we echt alle Google for Jobs velden geïmplementeerd. Maar als ik is de mededeling dat er toch nog een aanvullend veld is waar je gebruik van kan maken. Dat is hem inderdaad, ja. Dus nou ja, laten we Ik ga het even even kijken of uitzoeken. dat. Supergoed. Even kijken. Dat waren weer even de vragen van jou op dit moment. Heel mooi. Voordat we nog eventjes hem afsluiten, nog wel een belangrijk ding om aan jullie mee te geven. Op het moment dat je Google for Jobs hebt geïmplementeerd en alle veldjes zijn zeg maar prachtig mooi ingevuld en Google for Jobs zegt, hey, goed werk, geen enkele error, geen enkele warning, dat betekent niet automatisch dat je vacature geweldig gevonden gaat worden. Want, nou, wat eerder ook al werd aangegeven, SEO blijft natuurlijk een belangrijk ding. Belangrijkste daarvoor voor Google for Jobs is de functie. Titel. Hele kleine anekdote die ik toch nog even wil delen als je hem van mij nog nooit hebt gehoord. Voordat ik 12 jaar geleden bij Otis begon met werken, zat ik bij een distributiecentrum van een grote sportwinkelketen. En wij deden daar hartstikke goed, totdat we de vacature van maintenance technician van ze kregen. Eerst op onze eigen website gezet, natuurlijk op allerlei verschillende jobboards gezet. Geen sollicitanten, gaan adverteren. In zoekertjes in lokale kranten, geen sollicitanten, flyertjes opgehangen, geen sollicitanten. We hebben zelfs geflyerd bij industrieterreinen waar soortgelijke bedrijven zaten, geen sollicitanten. Op een gegeven moment in de Gelderlander advertentie €3500 of zo met de naam van de werkgever en dat we op zoek waren naar maintenance technician. En dan kregen we iets van 2 reacties op waar we niks aan hadden. Tot het moment dat wij ons enig moment van realisme, of hoe je het ook noemt, hadden. En dat we dachten van, zijn we niet gewoon op zoek naar een onderhoudsmonteur? Ja, we zijn op zoek naar een onderhoudsmonteur. Waarom noemen we dan een maintenance technician? Ja, het was een Amerikaans bedrijf, Amerikaanse of Engelse functietitels. Maar ja, een onderhoudsmonteur gaat op Google niet intikken vacature maintenance technician. Goede kans dat een aantal hele goede onderhoudsmonteurs die hele dure advertentie in de Gelderlander hebben gezien en gedacht hebben van, oh, dat is jammer, lijkt me een heel erg leuk bedrijf. Maar ja, ik ben nou helemaal geen maintenance technician. Het enige dat wij hebben gedaan in de uitingen, of het enige wat we hebben gedaan in onze werving, is de term maintenance technician verandert voor onderhoudsmonteur. Nou, het bedrijf, de klant had inmiddels 2 posities open, dus dat werd erg prangend. En binnen een week hadden we 3 geschikte kandidaten. Waarop de klant natuurlijk tegen ons zei van, jullie maken het ook ons heel erg onmogelijk. Jullie hadden heel erg lang niemand en nu hebben jullie er 3, terwijl we maar 2 vacatures hebben en we willen ze eigenlijk alle 3 aannemen. Denk dus goed na over de functietitel die je opgeeft bij je vacature. Niet alleen maar voor Google for Jobs, maar voor je eigen SEO, voor de vindbaar op je eigen website, et cetera. Dat was de laatste die ik nog eventjes mee wilde geven. Dan nog een aantal belangrijke evenementen. Mocht je inbellen vanuit België of het heel erg leuk vinden om binnenkort een keertje naar België te gaan, dan is 23 januari, dat is morgen, donderdag, is een hele goede dag. Dan hebben we namelijk een Walk-in Thursday bij onze collega's in België. De eerste Walk-in Friday in Veenendaal is op 7 februari 2020. En dat doen we in samenwerking met Zelfbilling. En dan vertellen we heel graag meer over wat Zelfbilling is. Of dat vertellen ze zelf ook heel graag. En dan binnenkort volgende maand is er weer een webinar week van WerfN. Daar doen wij vanuit Otis ook aan mee. Betekent dat we vanuit Otis ook een mooi webinar gaan geven. Ik weet niet of dat op 13 februari is of dat het ergens die week is. Maar die komt er in ieder geval ook aan. En dan zie je onderin nog staan. Binnenkort komt er iets heel erg tofs aan. Namelijk een webinar samen met Indeed. Waarin we alles vertellen over de nieuwste ontwikkelingen in onze koppelingen. Hou onze agenda in de gaten. Best wel toffe dingen gedaan met Indeed. Zelf ook nauw betrokken bij geweest. En in dat webinar gaan we delen hoe je daar als Otis klant gebruik van kan maken. Hou ons YouTube kanaal vooral in de gaten. Daar staan alle webinars op. Maar er staan ook andere leuke filmpjes op. En ik zie dat we inmiddels 4 over 12 leven. Dus ik dank jullie allemaal van harte voor je deelname. En heel veel succes met de ingebruikname van Google for Jobs.